Mijn gast van vanavond is al jaren te zien in films, in het theater en in de misdaadserie Mokro Mafia. Hij werd uitgeroepen tot beste acteur van Nederland voor zijn rol in de film Rabat. In zijn dankwoord sprak hij de woorden: ik ben een Nederlander, ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Nou, ik ben een Groninger, ik ben een atheïst en ik heb een fucking leuke gast in mijn show. Laat je horen voor Nasreddin Shah! Ja, toch? Hey, dat doe je goed. Ga zitten. Wauw. Ja. Lekker zaaltje, toch? Zo, dankjewel, zeg. Ja. Dat ben jij toch wel gewend als theater? Nou ja, we hebben 2 jaar natuurlijk vooral zonder publiek gespeeld. Ja, dus dit is, nee, even... dit is heel fijn. Ja. Nou, wat fijn. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Jawel. Ja, gaat wat goed. Ben je aan het doen deze dagen? Vasten. Heel erg veel vasten. Oh ja. Ja, ik zit midden in de Ramadan. En ik moet zeggen, dat valt me best wel zwaar, als ik heel eerlijk ben. Oh ja? Het is natuurlijk een prachtige maand. Een maand van bezinning en zo. En waarom is het dit keer moeilijker? Nou ja, ik heb te veel tijd, merk ik. En ik had juist deze maand een beetje vrijgehouden. Ik dacht van, nou, in de Ramadan is dat wel fijn. Ja. Maar het zijn natuurlijk hele lange dagen. En als je niet zoveel te doen hebt, dan voelt het ook als hele lange dagen. Ja. En dan is het gewoon wat moeilijker. Het voordeel voor jou is, jij gaat naar het hiernamaals. Ja? Ik heb een lekker volle buik en ik ga naar de hel. Oh ja. Dus toch winst voor jou, uiteindelijk. Straks heb jij een onthulling, iets over tekenen bij Videoland. Ja. Maar ik was eerst nog benieuwd. Mensen kennen jou misschien wel het meest van Mokro Mafia, waar je Potlood speelt. Ja. Een van de boefjes. Ja, al 20 jaar bezig. En nu door Potlood is... Ja, Mokro Mafia is natuurlijk geëxplodeerd. Onbekend. Is dat, overal waar ik loop is het op dit moment. Ja? Potlood. Ja. Wat grappig. Want ik volg jou ook op Instagram en dan zie ik je ook wel eens met je gezin. En ik denk, je bent eigenlijk best wel gewoon een lieve huisvader. Ja, dat ben ik ook. Ik weet niet of dat je dat als belediging... Maar dat is toch best een contrast met die rol die je speelt. Nou, nogal. Vooral als je zoontje gewoon ergens... dat we ergens lopen en dan tegen mensen roept... Ja, papa is van Mokro Mafia. Ja. Kun je toch dubbel interpreteren, weet je wel? Dus ik roep dan vaak van de serie. Dus niet... Voordat ze een arrestatieteam bellen, ja. Ik hoor nu dat de Mokro Mafia dat inmiddels ook roept. Zo. Dat ze binnenkomen met geweren zeggen van de serie. Van de serie. Van de serie. Ja. Ja. Weet je nog een leuk moment van dat iemand jou herkende... en dat je dacht, oh ja, dit is ook bijzonder. Nou, ik weet nog wel van... Ik weet nog toen bijvoorbeeld Rabat uitkwam, weet ik nog. Toen wij in de club stonden... In Amsterdam, ik was lekker aan het dansen. En toen kreeg ik op een gegeven moment een ijsblokje tegen me aan. Nog een ijsblokje. En ik dacht, ik krijg nou wat. Dus ik begon een beetje geïrriteerd te raken. Ja. En toen draaide ik me om. En toen stond er opeens Badr Hari zo te doen. Toen dacht ik, oké. Je was met ijsblokjes aan het gooien. Ja, maar hij wilde even laten weten dat hij de film heel tof vond. En sindsdien zijn we goede vrienden. Dus, Wauw, dat lijkt me een hele enge gebeurtenis. Die man is groot. Ja. Ik was echt serieus onder de indruk van die man. Ik had laatst Rico Verhoeven en zei ik, oh, wat een grote man. Zelfs moet je Badr Hari zien, die is nog langer. Die is nog iets langer, ja. Schrikken was dat. Ja. Maar wat ik net al zei, je gaat bij Videoland iets doen. Ja. Ik vroeg me meteen af, Mokro Mafia was toch ook al bij Videoland? Wat was... Ja, maar ik ben daar gewoon acteur natuurlijk. En nu, afgelopen vrijdag was er een Videoland-event... waarbij ik als talent ben gepresenteerd. En dat betekent dat ik content mag creëren. Ik mag dingen gaan bedenken. En, je wordt echt daar in-house maker. Ja, zeg maar. Precies. En kun je, nou, deel eens wat, dan hebben we ook een primeurtje. Heb je een scoop voor ons? Wat voor soort shows ga je maken? Mag je al zeggen? Ik ben nu met 2 projecten bezig en ik mag daar eigenlijk helemaal niks over zeggen. Maar dat doe ik toch stiekem dan toch wel. Ja. Nou ja, ik ben bezig met een soort... dat is echt pril, hè. Dus het is nog, hopelijk gaat het ooit gemaakt worden, maar... We zijn bezig, een soort misdaadserie over buurtvaders. Oh. Ja, buurtvaders in een wijk, in een achterstandswijk. Ik noem het altijd een aandachtswijk. Die helaas geterroriseerd wordt door criminaliteit. En zij nemen het heft in handen en gaan aan de hand van... Eigenlijk wil ik het combineren met een heist-serie. Ah, ja. Oh, die vind ik vet altijd. Weten mensen wat een heist is? Het is een kraak. Ocean's 11, Ocean's 12. Het is niet Videoland publiek, zie ik. Het blijft heel lang stil. Ja, we gaan het ze nog bijbrengen. Nee, lijkt me heel erg tof. Oh, ik hou erg van heist-series en ik wou zeggen van buurtvaders, maar daar heb ik niet zoveel mee. Buurtvaders zijn belangrijk. Buurtvaders zijn heel belangrijk in dat soort dingen. Het klinkt als een heel heftig project, dat Videoland. Het is zo heftig dat je zelfs je theaterambities even opzij hebt geschoven. Ja. Ga je dat missen, denk je?
Ja, ja, sowieso. Ik heb het 20 jaar gedaan. Dus ja. en wat ik nu aan het doen ben, of wat ik in ieder geval in mei, juni nog ga doen, is zo'n belangrijke productie voor me. Ja. Maar het is ook goed om even een stapje terug te nemen. Want op dit moment speel je nog in het theater een voorstelling over je familie? Ja, mijn familiekroniek. Ja, ja. Ik heb afgelopen 10 jaar heb ik 3 solo's gemaakt. Ja. Een voorstelling over moeder, over mijn vader en over de liefde. En die drie voorstellingen speel ik op 1 avond met lekker eten tussendoor van de mamas van de couscousbar. Nu even niet, toch? Nee, nu even niet. Maar in mei is de Ramadan gelukkig afgelopen. Ja, ja. En wat voor soort dingen speel je dan, voer je dan op over je familie in deze voorstelling? Nou ja, het gaat over. Kijk, het deel over mijn moeder gaat bijvoorbeeld heel erg over een soort loyaliteitsconflict waar ik in terecht kom. Het deel over mijn vader gaat over mijn eigen aankomend vaderschap. Want ja. Ik zou vader worden. En het deel over de liefde gaat over eigenlijk het overbruggen van verschillen. Wat we natuurlijk allemaal moeten doen. En uiteindelijk probeer ik heel erg vanuit dat kleine verhaal een grote verhaal vertellen. En gaat het heel erg over ons en hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. Ja. En het is een avond, nou ja, het is een marathonvoorstelling met een lach en een traan. Hoe is de band met je ouders? Waren ze blij dat je hun hele familie geschiedenis... Nee, man, ze vond het verschrikkelijk. Echt waar? Ja, kom maar, ik moet geld verdienen toch? Nee. Nee, kan toch? Nee, helemaal niet. Hartje voor mijn ouders. Nee, ze zijn... Het hartje had ik hier neergelegd. Mijn grootste supporters. Ze zijn heel erg blij daarmee. Wat leuk, zeg. Ik het doe. Ja. Oh, wat fijn. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Is dit ook geschikt voor een videolancering, jouw familieverhaal? Zeker weten. Ja? Oh, ja, sowieso. Nog een primeurtje. Nee. Helemaal niet. Oh. Nee, maar ik bedoel, er zit genoeg in. Dat wel. Het is ook een mooi geschiedenisverhaal. Wat leuk. Je speelt hem nog tot eind juni? Tot eind juni. De laatste twee. Dat zijn 2 extra's. Die wil ik even benoemen. Dat zijn 2 voorstellingen. Je mag geen reclame maken. Je moet er een beetje omheen praten. Stel dat er mensen zijn die mogelijk interesse hebben gekweekt naar aanleiding van dit gesprek. 24 en 26 juni. Hypothetisch gezien sta jij daar. Theater Dillemark. Mogelijk spelen. Staan. Mijn allerlaatste 2 voorstellingen. Ja, en wie weet, stel dat je nou iets intypt, bijvoorbeeld Nasreddin speelt.nl. Ja. Ik zeg maar wat. Precies. Dan zou je kunnen kijken of je daar misschien kaartjes zou kunnen kopen. En het zou heel vet zijn als die gewoon helemaal vol zouden raken. Daar kan ik helaas niks over zeggen. Oh, Nou, wil je nog Nasreddin in het theater zien? Kijk dan nu nog kan op zijn speellijst. Ik heb het al gezegd. Nasreddin speelt.nl. Dankjewel. Geef een grote applaus. Nasreddin, ciao, dames en heren. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was vandaag. Op naar de morgen. Gefeliciteerd! Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Wat? Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.